Fijn dat je weer kijkt naar de zomertourquiz van Omroep Zeeland. We zijn vandaag in Domburg, in het centrum, naast de kerk. En naast mij staat Jantje, maar ik spreek het geloof ik niet helemaal goed uit, hè? Nee, het is Jantje, met een Jantje. S. Ja. Het klinkt wat liever, hè? Dat is Fries. En naar wie ben je vernoemd? Naar een zus van mijn vader. Aha. Ja. Want je komt uit Friesland, waar precies? Ik kom uit Friesland, Drachten. Drachten. En wat doe je in Domburg? Vakantie? Vakantie, ja. Ja, we zitten in Vrouwenpolder. En we gaan morgen gaan we naar Katzand. Oh, dus je doet eigenlijk de hele Zeeuwse kust. Ja, dus dan gaan we alles wat meemaken, hoop ik. En Jantje, wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben teammanager in het ziekenhuis van service. Dus ik doe recepties, beveiliging. Alles wat met gastvrij ontvangst te maken heeft in het ziekenhuis. En zit je dan in een kantoor of loop je op de werkvloer? Ik loop heel ver, heel veel. Ja, ik loop overal. Mijn teams die zitten bij de ingangen. En dat is het ziekenhuis in Drachten? In Drachten, ja. Dus lekker dichtbij? Lekker dichtbij, op fietsje heen. Helemaal goed. Ja. En heb jij vroeger wel Memory gespeeld? Ja, vroeger wel. Ja. En hoe ging dat dan? Op zich vrij goed. Okay. Maar ja, dat is nu een beetje vreemd om te zeggen. Straks doe ik het fout. Ja, goed. We gaan kijken wat daarvan overgebleven is. Want je krijgt zo meteen 20 seconden. Dan kun je goed de plaatjes in je opnemen. Daarna draaien we de bordjes om. En dan is het aan jou om paren bij elkaar te zoeken. Als je het niet goed hebt, dan gaan er 5 punten af. Heb je het wel goed, dan krijg je er 10 punten bij. En dan krijg je een vraag over Zeeland. En als je die goed hebt, dan krijg je er 40 punten bij. Het zijn meer keuzevragen, dus maak je niet al te druk. Nee. Heb je een beetje kennis van Zeeland? Nee, helemaal niet. Nee, okay. Dus dat wat heel goed, hè? Zullen we er dan maar gewoon aan beginnen? We beginnen gewoon, ja. Heel veel succes. Dank Concentreer je. Je ziet verschillende categorieën. Kanon staat voor geschiedenis. Een pan met mosselen voor culinair. Dame op een surfplank. Letters staat voor taal. De Zeeuwse kust, dansende mensen. Michiel de Ruiter, als je hem niet herkent, dat is Michiel de Ruiter. Zeeuwse vlag. Oh, wat erg. Oké, je mag zelf kiezen of je er eentje omdraait of meteen twee. Doe nummer 1 maar. Het kanon. En nummer 16. Nummer 16. Nee. Nog een keer? Ja, je mag gewoon doorgaan. Nummer 15. De vlag. En nummer 8. Het zijn de letters. Wow. Nummer 4. Zeeuwse kust. Waar zat die andere Zeeuwse kust? Ja. 13. Nieuwe poging. 17. Dat zijn die letters weer. 8. Een vraag over taal. Jawel, de Zeeuwse, niet de Friese. Wat betekent schone in het Walgers? Is dat A, super? Of B, mooi? Of C, schuin? B, mooi. Mooi. En dat is heel mooi, inderdaad. Wat is dat in het Fries? We gaan snel verder, ja, trouwens. Ja, ik zou net zeggen. Ja. Nummer 9. En nummer 1. Het kanon. 2 keer inderdaad. Een vraag over geschiedenis. In welk jaar werd Veren afgesloten van de Noordzee door de Veerse Gatdam? Was dat in 1955 of in 1961 of in 1973? En je mag natuurlijk gewoon gokken, hè? Ja, ik denk toch B. B, 1961. Ja. En je hebt goed gegokt. Kijk, 40 punten erbij. Goed zo. En snel weer een bordje draaien. Nummer 5. Michiel. En nummer 13. Nummer 13. Nee. Dan zit hij misschien daar wel in de buurt. Ja, nummer 7. Dat is de dame op de surfplank. Nummer 3. Nee, ik ben niet kwijt. De wereldbol. Nummer 6. En nummer 14. Hé, daar hadden we Michiel weer. Ja, nummer 4. Zeeuwse kust. Nummer 13. Nee, die is qua kleur wel hetzelfde. Nummer 16.
Dat is de andere. Ja. Maar waar zat ze nou? Nummer 3? Nee. Nummer 2? De mosselpan? Nummer 18? Nou, ik ga nu helemaal gek. Ja, het is nog goed. Een culinaire vraag voor jou. Wat wordt er in Zeeland veel gegeten met Pasen? Zijn dat eierkoeken? Of krentenbrood? Of een appelbonus? Ik ga toch voor krentenbrood. Dat is bij ons ook wel iets, ja. Dat is bij jullie ook zo. Ja, ja. Dat is hier ook zo. Gelukkig. Ja, goed zo. Vaak met spijs erin. Ja. Lekker. Ja. Nummer 5. Michiel. En nummer 4? Nee. Ze zitten niet naast elkaar. 14? Ja, en 5. Ja, daar is die inderdaad. Welk beroemd bouwwerk in het centrum van Middelburg is gebouwd in gotische stijl? Is dat de Domtoren of de Sint-Janstoren of de Lange Jan? Lange Jan? Ben je al in Middelburg geweest? Ja. Ja, dan heb je hem gezien, hè? Ja, het is goed. 40 punten erbij. Gaan we snel die bordjes draaien. 10. Waar zaten die ook alweer, die anderen? Ja. Die heb je gehad, hè? 7. Nee. 4. 11. 3. 11. Ja. 2 keer de Wereldbol. Een vraag over aardrijkskunde. Welke plaats ligt niet op Walcheren? Is dat Middelburg? Is dat Vlissingen? Of is dat Borselen? Borselen? Je zegt het met een vraagteken, maar het is nou, wel goed. Die andere 2 hebben we gehad. Nog snel. Ja, 13. Daar 6. Zijn ze weer. Nee. 15. 6. Ja, die gaat wat sneller. De Zeeuwse vlag, goed zo. Oh, we hebben geen tijd meer om de vraag erbij te stellen, maar die 10 punten zijn wel binnen. Mooi. En dat brengt jouw score op 200. Dus dat is toch eigenlijk wel heel veel, hè? Ja, 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 dat is heel veel. Nou, en ik ben blij dat ik de vragen goed had. Ik weet niet of je nog naar het strand gaat. Ongetwijfeld, ja, hè? Absoluut. Als het niet hier is, dan kun je in Katzand wel kijken. Helemaal goed. Alle Zeeuwse stranden zijn mooi. Mooi. Super, kun je daar dankjewel. Deze handdoek bij gebruiken. Dus heel veel plezier daarbij. Dank je. En onthoud dat Zeeuws, hè, want dat kun je dan misschien nog een beetje praten. Ik ga mijn best vinden doen. Ik vind het heel leuk. Helemaal goed. Dit was de zomertourquiz van Omroep Zeeland voor vandaag. Graag tot de volgende. En Jantje, hoe lang blijven jullie nog, zei je? Hier vandaag nog en nog een week ongeveer in Zeeland. Ja, ja. Ja. En dan volgende week maandag weer werken. Dan hebben we nog een week vrij. Oh, dat is wel lekker. Ja. Thuis nog een week. Ja.